Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. We zijn aangekomen bij week 31 van mijn zwangerschap. Ik heb me even ready gemaakt voor de dag. Ik heb daadwerkelijk weer niet een vlog geopend in mijn badjas. Nou, wat een progressie, Hannah Guinea. Een bijzondere week deze week voor de vloggen. Ja, het is 31 weken is nou niet echt een mijlpaal of zo. Geen idee waarom. Dat is niet... Bij 30 had ik echt zo van, oh, 30. Dat is nog 10 weken ongeveer tot de uitgerekende datum. Weet je wel, maar 31 jaar, dan is het 9. Het zijn geen mooie getallen of zo. Ben ik de enige die dat heeft? Nou, misschien wel. Deze week ga ik beginnen met de commode. Ja, ik heb de commode ingericht natuurlijk, maar ik ga nu alles wassen en zo. En daar ben ik vanochtend al mee begonnen. Heb ik niet gevlogd. Want ik ben ook begonnen met een zwangerschapscursus. En die heet Mindful Zwanger en Bevallen. Dus daar ben ik vanochtend ook mee begonnen. Die duurt 8 weken, dus dat zou precies uitkomen als ik niet te vroeg beval, zou ik maar zeggen. Daarin had ik geleerd dat je bewust in je kinderkamer bezig moet zijn. Dus niet ondertussen iets anders doen. Dus ik heb gewoon de commode gepoetst, doekje, want ik vond hem niet zo lekker ruiken. Hij ruikt nu wel lekker, dus dat is fijn. Ik heb gewoon het doekje en dan heb ik het hele ding weer leeggehaald. Schoongemaakt en het staat nu te luchten. En dan kan ik vanmiddag al die bakjes erin zetten. Maar goed, daar komen we later wel op. Dat zien jullie wel in deze vlog. En wat ik nu ga doen, waar ik me klaar voor heb gemaakt. Want die commode inrichten of schoonmaken, dat had ik gewoon in mijn badjas gedaan uiteraard. Maar nu ga ik dus naar de verloskundige. En daar heb ik altijd zoveel zin in. De laatste weken, iedere keer als ik erheen mag, ben ik echt blij. Mag ik het hartje van mijn dochtertje weer horen. En... Nou, ik ga wel even vragen hoe ze ligt. Ik denk niet dat ze het met een echo gaan kijken. Maar ze kan het wel goed voelen. Beter dan dat ik dat kan. Dus vandaag hebben we weer meer informatie over hoe het gaat met onze kleine baby. Onderweg nog eventjes een Dunkin' Donuts chai tea latte gehaald. Lekker. Nu zit ik in de wachtkamer. Ik ben helemaal in mijn sas. Want... we hadden schijnbaar een liggingsecho gedaan. Want de verloskundige was heel benieuwd hoe de baby erbij lag. Dus ik ook natuurlijk. Dus we hebben even een echo gemaakt. En ze, oh, het is zo leuk. Ik vind het altijd zo leuk om het te zien. Ga ik het aan jullie laten zien? Denk het wel. Kijk, ik heb hier een foto. En dan zie je haar oogkas. En ik vind haar zo knap op deze foto. Zo zie je niet vaak baby's op echo's. Kijk, hier zie je ook nog eentje van de zijkant, als je het kan zien. Mooi, hè? Maar deze, ze is zo'n knap kind al. Maar ze lag dus al met haar hoofdje naar beneden. Wat gewoon helemaal goed is natuurlijk, als je graag natuurlijk wil bevallen. Dus ze lag al gewoon naar beneden, bijna in mijn bekken. Volgens mij in mijn bekken, maar nog niet zo diep in mijn bekken. Maar dat is ook nog niet zo erg, want we hebben nog heel veel weken voor indalen. Maar ze ligt dus echt goed en ze gaat waarschijnlijk ook niet meer draaien. Dus ik ben helemaal happy de peppy. De hartslag was goed, mijn hartslag was goed, of mijn bloeddruk. Dus het was eigenlijk allemaal in orde. Dus dat is een fijn begin van deze week. Ik ga eens even proberen om dit bedje in elkaar te zetten. Denk je dat ik daar kan een beetje? Denk ik niet. Als het zwaar wordt, dan moet je het niet zo af gaan doen, hè? Nee. Nee, wat doe jij? Ik zou even ruimte creëren voor je. Ja, je moet toch ergens opzetten, denk ik, of niet? Ja, hier. Is goed. Je hebt er iets meer ruimte nodig, denk ik, dan wat dat had. Oké, touché. Oké, ik heb het eerste stukje aan elkaar zitten en het is echt heel makkelijk. Dus, het is wel grappig, want er zit natuurlijk geen gebruiksaanwijzing bij, omdat die tweedehands is. Maar... Toen dacht ik, oh wacht, ik wil even alles goed grondig schoonmaken. Dus ik ga nu eerst even een sopje maken, zodat ik alles even kan soppen voordat het in elkaar gaat. Want ik vind het toch een beetje vies dat ik dat nog niet gedaan heb. Dus dat ga ik nu eerst doen voordat ik verder ga met het in elkaar zetten. Het is gelukt! Het bedje staat onder de trap. Hij zit nog wel op peutermodus, heel... diep.
Maar ik weet even niet hoe ik hem hoger moet zetten. Dus dan moet ik maar even aan mijn vader vragen. Maar het bedje is klaar. Het is... ik vind hem heel leuk. Nicky vindt het niet leuk. Maar helaas, Nicky heeft niks te zeggen over de indeling van de babykamer. Kijk, het staat zo schattig. Raar. Kijk, nu ga ik even dit allemaal opruimen. En dan snapt Nicky ook wat ik bedoel. En dan is hij het er vast mee eens. Dus dat ga ik nu doen. En dan is het wel klaar, want ik heb last van mijn rug. En van mijn buik. Dus dan is de tax bereikt. Na de inspanningen op in de babykamer heb ik echt helemaal last van mijn, nou niet van mijn buik, maar wel van mijn onderrug. Ik loop echt als een oud vrouwtje nu rond in het huis. Dus ik ga eens even lekker in bad. Eventjes Big Brother terugkijken van deze week. En lekker niksen. Lekker in een warm bad. Altijd goed is dat. Vandaag ga ik iets leuks doen. Ik ga namelijk een zwangerschapsshoot doen in een natuurgebied. En dat is natuurlijk ook weer leuk om eventjes een beetje te vloggen. Meer informatie zal ik zo wel eventjes geven als ik onderweg ben. Want ik moet een beetje haasten. Want ik heb een beetje een langzame ochtend gehad. Oké, ik ben klaar. Ik moest even haasten, dus ik kon niet vloggen thuis. Ik zit nu even op het pontje. We gaan naar recreatiegebied Quintelooien. Het schijnt een mooie plek te zijn. Daar kwam de fotograaf mee. Maar ik dacht, ik leg even uit hoe of wat ik bij deze fotograaf kom en zo. Ik kreeg van de week dus een mailtje van Vera. En zij zocht nog iemand om... dus zij wilde meer ervaring opdoen met zwangerschapsshoots. Dus ze vroeg of ik interesse daarin had. En toen dacht ik, nou, ik wilde sowieso al een fotograaf gaan zoeken. Maar nu heeft een fotograaf mij gevonden. Nog beter eigenlijk. Dus toen hebben we afgesproken om dat dus vandaag te doen. Eigenlijk moet Nicky er ook bij zijn, maar ik zei ja... Dan moet ik wel even voorbereiden daarop of zo. Dus ik zei ja, ik wil eigenlijk heel graag foto's maken in de sneeuw, weet je wel. Als het gesneeuwd heeft. Dus dat hebben we afgesproken. We gaan, zodra het sneeuwt en het blijft liggen, dan gaan we meteen afspreken. En dan gaat Nicky ook mee voor de foto. Dus ik ben benieuwd of dat lukt. Oh, ik moet even een kaartje geven. Hallo. Ja. Nou, dank je. Mag ik alles hebben? Ja, doeg. Dus zodoende kom ik bij Vera terecht. Vera is dus, ze heeft de cursus gevolgd, zwangerschapsshoot. En ze heeft al één iemand volgens mij voor de lens gehad die ook zwanger was. Dus het is een soort uitprobeerseltje. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want het hoeft allemaal niet picture perfect bij mij. Dus dat gaan we nu doen. En ik zei al van, dan gaan we vloggen, maar... Ik ken Vera niet, dus misschien vind ik het wel een beetje awkward om te vloggen. Maar dan zal ik na dit shot, zal ik dan eventjes de foto's laten zien die gemaakt zijn. Want die zullen wel af zijn tegen de tijd dat ik deze vlog ga editen. Dus ja, dat gaan we nu doen. Heel leuk. En daarna personal training. Minder leuk, maar goed. Het is zondag in mijn mooie vlog, 31 weken vlog. En zoals je ziet, ik ben niet thuis. Ik heb mijn camera vergeten, dus ik vlog eventjes met mijn telefoon. Maar ik loop dus, ja, nu heb ik net niet een mooi plaatje of zo. Maar ik loop dus in een natuurgebied. Nicky ging samen met een vriend Sjoerd ging die hardlopen. En ik zeg, oh, dan ga ik mee. Dan ga ik even wandelen. Dus ik ben lekker even in beweging. En ik merk dat mijn conditie echt achteruit is gegaan. Maar ik moet volhouden. Lekker een uurtje wandelen. Ik had een tea to go meegenomen. Die is inmiddels op. Maar het is heerlijk weer. Het is koud. Maar wel zonnig. Nu even niet, want ik loop tussen de bomen. Maar het is echt leuk.
Ik zal wat shots maken voor jullie. Dat je wat kan zien, maar het is echt heel mooi hier. Ik ben weer thuis met mijn camera en ik sta in de babykamer. Dit moet nog gevoegd worden. Dat gaat Nikki deze week doen, zei hij. Dus het bedje hebben we heel eventjes aan deze kant gezet. Ik ga lekker aan de slag met de commode inrichten. Dat ga ik niet vloggen, want dat komt in een andere vlog. De commode indeling vlog. Daar wil ik gewoon een apart filmpje van maken. En dan heb ik hier een lijstje in zitten met wat ik allemaal nog moet hebben voor de baby uitzet, voor de vluchtkoffer. Dus daar ga ik nu ook een beetje mee beginnen. Daar heb ik eigenlijk super veel zin in. Maar ik zal jullie updaten als ik onderweg ben met alles. Ik heb drie kwartier best wel intensief gewandeld met best wel heuvelig net. Quintelooien heet dat natuurgebied trouwens waar ik was. Dus ik ga nu lekker op deze stoel heb ik erbij gepakt, zodat ik niet de hele tijd hoef te staan. Want ik merk wel dat ik daar wel echt last van mijn rug van krijg. En omdat ik al zoveel gewandeld heb vandaag, wil ik niet mijn grenzen op gaan zoeken. Dus ik ga gewoon lekker zitten en het allemaal zittend doen. Ik heb eventjes alle wasjes uitgezocht, alle kleurtjes bij elkaar. En nu ga ik de wasjes draaien, maar dat gaat wel de hele avond duren, denk ik zo. De eerste wasjes zijn gedraaid. Dat betekent dat de nestendrang echt begonnen is nu. Zulke leuke dingetjes hangen hier tussen. Maar die gaan jullie allemaal nog wel zien, denk ik, in de loop van de weken. Het is maandag inmiddels alweer. Oh, de tijd vliegt echt. Ik heb gisteren wel het een en ander kunnen doen. Ik heb bijna alles gewassen van de babykleertjes, maar ik had niet genoeg tijd, dus ik ben nog niet klaar ermee. Het is nog steeds gewoon een rommeltje hier in de babykamer. Niet chill, maar ik ben nu even bezig met wat anders regelen. Daar kan ik alleen niks over zeggen in de vlogs. Het is super leuk en jullie horen het als mijn verlof begint. Dus je hoeft niet heel lang te wachten op dit leuke nieuws. Maar daar kan ik nu nog niks over zeggen helaas. De planning vandaag is dat ik heb de hele ochtend gewerkt aan wat ik de aankomende weken nog ga doen qua werk. Dit zijn echt de laatste 3-4 weken dat ik nog echt ga werken. Ik denk dat de vlogs wel gewoon lekker doorlopen, want dat vind ik zo leuk om te doen. En ik hoop jullie ook. Dus daar gaan we gewoon blijven mee doorgaan. Maar goed, op een gegeven moment gaat de streamen wel echt heel veel minder worden. Want ik moet natuurlijk nu die 126 uur halen. En dat gaat vanaf februari niet meer gebeuren. Dus daar ben ik een beetje aan het inplannen met van alles. En gewoon andere leuke dingen ook plannen. Vergeet gewoon nooit te vertellen wat ik nu ga doen. Ja, het is een maandag, dus het werk gaat weer beginnen. Dat is niet zo leuk om te vloggen. Misschien dat er een leuk clipje tijdens de stream is. Dat kan. Ik doe voortaan mijn boodschappen bestellen. Nu had ik een keer een uitstapje gemaakt naar de Plus in plaats van de Jumbo. Maar ja, ik ben wel tevreden over de Plus. Alleen ze bezorgen hier niet. Dus nou moet ik het op gaan halen. Beetje stom. Dat heb ik nu één keer gedaan. En ik had alles al in die app staan. Ik denk, ja, ik ga niet nou weer alles bij de Jumbo zetten. En die hadden ook niet meer het goede bezorgmoment. Dus ik heb voor volgende week wel gewoon weer bij de Jumbo dat ze het komen bezorgen. Dat scheelt mij echt een hoop gesjouw met kratjes. Dus dat is gewoon beter nu ik zwanger ben. En als ik het een beetje erin hou, dan kan ik mooi iedere keer mijn boodschappen gewoon mooi bestellen voor de week daarna. Dus dat. Ik ga nu eventjes dan mijn boodschappen ophalen en daarna gaan we werken. Streamen. En Akini wil ook even wat zeggen. Zegt u het maar. Jij was gisteren jarig, hè? Had ik helemaal niet in de vlog gesteld, maar jij was jarig. Ja. Ik zal dadelijk een lekker snoepje voor je halen. Ja, dus dat. Hij staat gewoon op deze side. Achter de boom, zal ik zeggen. Ik heb hem. Easy. Op 4 neutralized. Mission successful.
Get rack. Catch. Was dat die, die vervelende? Ja. Oh, dat is mooi. Maar ja, hij had mij wel ook, dus. Ja. Toch leuk. Maar ja, het was ook een suicide mission, dus boeien. Even kijken, wie gaan we spelen? Ik ga denk ik gewoon lekker mute, want dan kunnen ze niet florissen.